We zijn vandaag met een ploegje schoonmakers en we gaan dus het maïsveld schoonmaken. Want er ligt een heleboel plastic afval van de Albanese vluchtelingen. En omdat de bedoeling is dat maandag het maïs geoogst wordt, willen we het nu zo goed mogelijk schoonmaken. Maar ja, is het dan niet wijlen met de kraan open? Het is een hele klus, want overal ligt wel wat. Maar de jongens zijn goed bezig. Ja? Dan is het natuurlijk de bedoeling dat na vandaag het veld hier plasticvrij is en afvalvrij is. Hoe weten jullie dan zeker dat er voor maandag geen nieuwe arbeidsmigranten gaan schuilen in deze velden? Nou, we gaan bij de wijkagent ook het verzoek wegleggen om extra surveillance door de politie te laten uitvoeren. We gaan er zelf ook bovenop zitten. Zorgen dat het in ieder geval schoon blijft tot maandag. Ik neem aan dat het een opluchting is als het veld hier straks weg is. Het is voor ons in ieder geval een stuk makkelijker om het hier dan op orde te houden. Ja, denk je dat het probleem dan ook over is? Nee, dit gaat wel een probleem blijven in dit stukje. Daarvoor is het een strategisch punt voor de vluchtelingen. Dus u denkt dat als ze niet in de maïs kunnen schuilen, dat ze wel een andere oplossing vinden? Ja, de bosjes hier biedt nog genoeg schuilplek. En is het dan ook dat als het maïs straks weg is en nog steeds veel gesurveilleerd gaat worden rond die bosjes? Ja, we blijven er wel kort op zitten, want we willen niet dat het hier een compleet tentenkamp wordt. En daar zijn we toch wel een beetje bang voor. Het is een extreem groot veld, super lastig om al het afval te vinden. Hoe pakken jullie het aan vandaag om toch zeker te weten dat je alles vindt? Ja, 100% gaan we het nooit schoon krijgen, maar we gaan ons best doen om het grootste gedeelte wel uit te krijgen. Hoeveel verwacht je te vinden? Geen idee, maar we hebben al flink wat vuilniszakken vol.